What the fuck? Yo, waarom? Waarom spaar ik al mijn lege flesjes water? Heel mijn grond is nat. De grond is nat van al de flesjes water. Fuck. Dames en heren, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Massive Legend here. Laat tijd voor een nieuwe video. Als jij op deze video hebt geklikt, dan ben je dus klaar om mijn gezicht te zien, yo. Where the hoes at? Where the bitches at? Waar zijn die nudies? Hier nudies in mijn DM op Instagram. Altijd nice. Woo. Ik heb deze video daarnet ook proberen op te nemen. Dat is eigenlijk wel goed gelukt, maar die nieuwe functie op iPhone waardoor je je scherm kan opnemen. Ik had een recording van 20 minuten en ik had mijn scherm niet opgenomen. Ik had het gewoon niet gedaan. Ik dacht dat ik mijn scherm aan het opnemen was, maar ik fuck iPhone, maar toch love iPhone. Had liefde relatie, snap je? Het is een duur, dom ding, snap je? Zeker duimpje omhoog op deze video. Die monetize squad is nog altijd legend. Kijk die advertenties uit als je liefde toont voor... Vandaag ga ik reageren op mijn Snapchat memories. Ook al gebruik ik Snapchat niet meer en is Snapchat zo fucked als iets. Ik heb wel mijn geile Snapchat trui aan, leuk. Snapchat memories zijn zo die Snapchats die je maakt, maar dan als je ze gemaakt hebt, denk je van, yo, de wereld mag dit echt niet zien. Dus waarom maak ik hier een video over? Ik weet het niet. Mijn Snapchat memories zijn echt fucked op. Dit is waarschijnlijk een heel dom idee. Aan het einde van mijn carrière waar jullie gaan dingen zien waarvan jullie denken, yo, wie is dit? Mijn Snapchat memories zijn natuurlijk dingen van mij die ik niet gemaakt heb voor YouTube, die ik echt gewoon gedaan heb, omdat ik ook gewoon zo'n kuttiener ben die domme dingen doet. Vandaag is het tijd om die domme dingen aan jullie te tonen. Hopelijk neem ik nu wel mijn scherm op. Ik hoop het echt. Anders, ach, oh fuck. Mijn Snapchat memories. Wow, ik moet hier echt sowieso veel shit van niet tonen aan jullie, want dat is mijn carrière helemaal gedaan. Dan ben ik fucked. We beginnen helemaal onderaan en dat is denk ik zomer 2016 of zo. Die zomer 2016, dat zijn foto's. Hoeveel dat ik nooit cursus zijn. Snap je? Dat zijn van die foto's die je dan krijgt van mensen. Kan je even foto's sturen van je cursus? Want ik heb mijn cursus niet ingevuld omdat ik AIDS heb. Kijk, dat zijn van die foto's. Ik kan dit geschrift wel echt niet lezen. Yo, dit is geschiedenis. Fuck die shit. Er is één rare foto van mij met die face. What the fuck? Toen had ik nog haar. Je kan het geen haar noemen, maar oké. What the fuck? Dit kan eigenlijk niet. Dit is een cringy video dat ik dabs doe. What the fuck? Oh my god. Dit is een foto waar ik slaap. Snap je? Het lijkt alsof een meisje deze foto heeft genomen. Of mijn mama, weet ik veel. Ergst is, ik heb deze foto zelf genomen. Ik lag in mijn bed en ik dacht van, even een leuke foto nemen van mezelf als ik aan het slapen ben. Dit kan echt niet. What the fuck? Dit is die Tumblr foto, snap je? Yeah! Massive legend here with the skate tricks. Nice, boys. Yeah. Er is een hele collectie van rare foto's van mij. What the fuck? Met rare shit op mijn hoofd en zo. Yeah! Dit is in de speelhal. Hier was ik een paar dagen geleden ook voor de video. Ik denk, holy shit bij toeristen, snap je? Ik irriteer dus en zo. Ooit ga ik terug en pak ik die dikke minion wel. Op dit moment kan ik die minion niet pakken, want ik heb geen geld om in die machine te steken. Dus dat kan even niet. Check. Toen waren die face filters net nieuw op Snapchat. En toen was het speciaal, snap je? Toen nam je je gsm en toen was het, wow! Hey, what the fuck? Nu heb je overal face filters aan. Nu is het ineens meer leuk om te gebruiken. Ik vind de nieuwe face filters op Instagram en Snapchat gewoon... om te parven, snap je? Wat een kutzooi. This is a very cute pic of me. Hier had ik nog haar. Mis mijn haar. Waar is de haar? Misschien moet ik mijn haar weer zo laten groeien. Hier was ik echt cute, eerlijk. Hier zag ik er leuk uit en zo. Waar is mijn haar? Yeah. We zijn aangekomen bij het stuk waar ik terug naar school ging. Dus dit is september, hier zat ik weer op school. Dit is de eerste foto die ik zie. Hier staat er, kan je 7 gram fixen? Ik weet niet waarover dat gaat, maar ik weet het niet. Dat is iets wat ik heel veel zeg. Dat is gewoon zo'n gezegde in Blankenbergen. Yo, kan je even 7 gram fixen alsjeblieft? Dat betekent dus dat je op zoek bent naar chickies en... Ja. Snap je, dat is iets wat we heel veel zeggen. Kan je even 7 gram fixen en dan komen ze met koekjes en zo. Hele leuke foto van mij. Ik weet niet waarom hij gezegd volgt met bloed. Ik weet niet wat ik net had gedaan. Waarschijnlijk ruzie gemaakt met een meisje die in de verkeerde periode van de maand was. Dit ziet er wel fucked op. Het lijkt echt alsof ik in elkaar geslaan ben. Echt de verhaal achter deze foto is gewoon ik had een bloedneus. En ik wou het laten lijken alsof ik in elkaar geslaan was. Dus ik ging zo'n beetje bloed uitsmeren op mijn gezicht. Toen ging er ook snot aan mijn gezicht en zo. Fucked op. Dit is Pukkelpop. Hier had ik een leuke selfie genomen met twee mensen die elkaar lekker aan het... Er is een hint aan iedereen. Muil niet zo hard in het openbaar. Snap je? Dat gaat sowieso verkeerd. Dan neem ik foto's en zo. En dan gebeurt dit en dan... Mijn haar moet echt gefixt worden. Ik moet er echt iets aan doen. Ik lijk op een schelpad of zo. What the fuck? Deze jongen is jarig. Happy birthday to you! Dit is Pukkel
hiphop, snap je? Toen ging ik naar festivals en zo te denken, leuke dingen op festivals. Toen ging ik zingen met random mensen. En ik was ook zo 4 dagen niet naar het toilet geweest op Pukkelpop. En dat ik geen zin had om te kakken op een festival, want dat kan niet. Snap je? Je gaat daar naar het toilet en je komt daar binnen en je ziet daar al die kak liggen van andere mensen. En dan moet jij daar ook op gaan zitten met je billen en dan moet je ook kakken. Dat is heel fucked up. Hey, ik ga nu voor de eerste keer kakken in 4 dagen. Wow. Hier was ik dus voor de allereerste keer toch gaan kakken in zo'n dixie. We took a shit on a festival. Hey, ik ga nu voor de eerste keer kakken in 4 dagen. Wow. Just taking a shit right there. Wow. Ik was wel in outfit. Ik had gekke outfit. Ik had allemaal rare shit op mijn hand staan. Hey, foto met het EHBO-team van Pukkelpop omdat iemand gecrashed was en hij was wat kots en hij was met zijn gezicht in zijn eigen kots gaan liggen en zo. En ik dacht van, yo, dit moet gefilmd worden. Dus dan heb ik het maar gefilmd en dan filmde ik mezelf en dan begonnen al die EHBO-mensen te flippen zo van, yo, je mag dit echt niet filmen. Snap je? Ik ben real legend, 47. Dus ik mag die shit wel filmen, ik heb het ook gewoon gedaan. Nice. Ik ben de middelste guy. Ik ben de middelste guy die ook springt. Ik ben die legend, snap je? Ik spring van de brug. Very nice. Ik vind het wel een leuke video. We springen zo alle drie mooi na elkaar, zo. Woe. Nice. Ik weet niet wat dit is. Dit is heel fucked up. Hier kijk ik ook heel fucked up. Ik kan de emotie zien in mijn ogen. Waarschijnlijk was er net iets kut gebeurd of zo. Waarschijnlijk was ik net 100 euro verloren op straat. Zien jullie de angst en de pijn in mijn ogen? Dat is fucked up. Ik denk dat ik hier ook een dag niet had geslapen of zo. En ik dacht gewoon in een parkje was gaan zitten met vrienden. Kleine ijszit die. Ja, ik weet niet waar hier was. Het ziet er wel redelijk fucked up uit. Snap je? What the fuck? Nog een fucked up foto van mij. Ik denk dat ik toen terug naar school ging. En dit was mijn eerste reactie op 1 september. Gewoon die 3 dubbele kin. Snap je? Die achter. Oh shit. Ik zie hier echt fucked up uit op deze foto. Maar dit is hoe ik er echt uitzie. Snap je? Zo word ik wakker en zo. Niet goed. Zo zat ik ook elke dag in de klas. Gewoon deze blik. Dat is fucked up. Dit was die bottle flip periode. Toen deed ik die gekke bottle flips. Ja, dit weet hij nog goed. Dit is ook op school en zo. Ik deed niks anders op school dan gewoon de hele tijd bottle flips. By doing the helicopter flip dick. What? Fuck. Als je goed luistert, hoor je de leerkracht zeggen, joh Nathan, je mag je agenda brengen. En terwijl ben ik gewoon rustig aan het bottle flippen en zo. Luister goed. Press the chick by doing the helicopter flip dick. What? Fuck. En ik heb dan ook echt een nota gekregen. Omdat ik aan het bottenflip was in de klas. En omdat ik aan het filmen was. En omdat ik domme shit aan het doen was. Dit zijn de redenen waarom ik van school gestuurd was, snap je? Omdat ik de hele tijd zo rare dingen deed. Ik smeet gewoon de hele tijd mijn flesjes. Dat was het enige wat ik deed, snap je? De hele tijd. Ik heb fucking veel video's van ik die zo rare bottenflips doe. Fucked up. Maar ik bedoel, je moest toch je tijd doden door iets te doen op school. En dan deed ik gewoon deze dingen. Hey, zo. Hier ben ik dus gewoon aan het rijden op straat. Echt gewoon gekleed als een Rus, als een terrorist of zo. Gewoon even rustig aan het filmen terwijl ik aan het sturen ben met 1 arm. Fucked up. Ik denk dat ik bijna dood was op dit moment. Want ik kan niet auto rijden. Ik heb het nooit gekund. Het gaat waarschijnlijk ook nooit lukken. Maar snap je? We trying that, you know. Leuke foto van mij met de Eiffeltoren. Dat was de allereerste keer dat ik in Parijs was. Superleuk. Yay. Nice boys, with de Eiffeltoren. Als ik ooit weer gehaald heb, ga ik gewoon weer naar Parijs. Parijs is te nice, je moet daar meer naartoe gaan. Yo, er staat hier zoveel fucked up shit tussen dat ik gewoon niet kan tonen aan jullie. Dit is allemaal fake geld, denk ik, dat ik zo had gekocht en dan... shit, fuck. Ik wou dat echt was, maar dat is het niet. Dit is mijn eerste jonko. En de eerste jonko betekent in Blankenbergen dus de eerste keer dat je je veter zelf hebt gestrekt. Nice, that, crazy, that's very nice. Ik had mijn veters al goed gestrekt, denk ik. Dat Nathan best wel lekker. Yo, yo. In deze video zag Monica Geuze, dat is gewoon even dat ik een lekkertje ben. Dat ze mij mooi vindt en zo, yo. Monica, I love you too. You can always call me. Hello. Luister goed, ja, jullie moeten het horen, anders geloven jullie niet dat het echt is. Wat ga je nou, joh? Omdat Nathan best wel lekker. Ik weet nog dat ik die aan het kijken was in mijn bed. Dat was zo de Fuck Mary Kill Challenge. En daar zag ze op een bepaalde bed gewoon, yo. Nou, dat is een lekkertje. Toen lag ik in mijn bed zo van, I love you too, Monica Geuze. Ik weet always call. Dit is weer zo'n bottle flip video. 1 van de vele. Nice. Toen ging je nog naar school. Snap je, toen moest ik vroeg slapen en shit. En als er dan opeens een autoalarm afging midden in de nacht. Ja, dan moet ik schreeuwen van shit the fuck, hè. Yo, fix je autoalarm. En fix 7 grap. Waarom zat je eigenlijk in mijn klas? Ik? Ja. Toen ging ik ook nog naar school. Ik? Ja.
Ik was echt een fucking flikker. Ik moet die shit echt niet doen, what the fuck. Heel veel shit dat ik niet kan tonen aan jullie. Die te fucked up is voor YouTube. Oké, even doorscrollen. I'm gonna smell like apple pie hugs when I fuck your bitch. Shit. Ja. Waarom heb ik mijn haar geknipt? Ik zag eruit als een vrouw en als een zwerver. Maar mijn haar was wel nice. Oh, vanaf hier ben ik gewoon die kale guy. Ben ik zo kaal als iets. Besef hoe fucked up dat ik eruit zag. Ik had het niet door. Ik dacht dat ik er nog oké uitzag. Nee, ik was fucking kaal. Holy shit. Ik was die kale avatar. Ik lachte ermee. Ik dacht dat het grappig was. Nee, kaal was misschien wel het domste idee dat ik ooit heb gehad in mijn leven. Ik dacht dat ik viral ging gaan op YouTube omdat iemand mijn hoofd aan het kaal scheren was. Nee. Wrong move, bitch. Fuck. Is er een noodlijn waarin je naartoe kan bellen als je snel haar terug wil ofzo? Besef dit. Waarom sla ik dit op? Het doet pijn aan mijn ogen om weer naar te kijken. Mijn hoofd is zo afgerond. En zo bowlingballen. Zo fucked up. Monica Geuze vindt mij nu niet meer lekker. Monica Geuze zou nu nooit zeggen dat ik een lekkertje ben. Dit was ik die ruzie aan het zoeken was met mensen op Pukkelpop. Ze hadden een tafel in het midden van de fucking zaal gezet. Ik weet niet van waar ze kwamen, maar ik was fucking ruzie met ze aan het zoeken. Het waren allemaal volwassenen en zij stonden daar met een tafel zo volwassen shit te doen. Ik zei ze oprotten. Ze wouden niet weggaan, dus we hebben zo, ja. Dit is mijn reactie als ik kijk naar mijn haar. Dit is het gewoon. Dit is 100% accuraat hoe ik mij voel over mijn haar. Ik lijk echt op, ik weet het niet, een demon of zo. Dit is een foto met Made by Jeff. Besef even. Waarschijnlijk kent de helft van jullie Made by Jeff niet eens. Maar dit is dus een foto van Made by Jeff. Die heb ik vorige week genomen. Hij is de YouTube legend. Zonder Made by Jeff was er geen ene YouTuber in België. Zonder Made by Jeff wist niemand in België wat YouTube was. Hij is de echte massive legend. En dat was weer de video. Jullie willen niet weten hoeveel werk ik heb gehad aan deze video. Want zelf in deze video is het 1000 keer verkeerd gegaan met opnemen. Die opnamefunctie van iPhone glitcht fucking hard. Je kan niet langer dan een bepaalde tijd opnemen. Of anders glitcht je iPhone. Dan sluit hij zelf alles. En dan kan je niks meer doen. Dat is gay. En ik weet dat ik fucking veel moeite ga hebben om deze video te editen. Waarschijnlijk komt hij ook veel te laat online en zo. Ik snap wel dat ik mijn best heb gedaan. En hopelijk was het een beetje een leuke video. Ik ben zeker een duimpje omhoog op deze video. Als jij het leuk vond, kijk alle ads uit. En ik ben zit en ik zal zeggen, waarschijnlijk zijn er geen ads op deze video, maar onthou altijd. Kan je 7 gram fixen, alsjeblieft. Iemand, connect. 7 gram, kassa bier. Dank u, yo bitches.